De fractie van GroenLinks is in de gemeenteraad de belangrijkste tegenstander van de aanleg van de dorpensingel bij Ressen. Het hoofdpijndossier van de gemeenteraad loopt al sinds 2002. Aan de ene kant is dat onbestaanbaar. In 2002 zijn de plannen ontwikkeld, maar de Waalsprong is in de afgelopen jaren gegroeid. En gelukkig de laatste jaren wordt er weer veel gebouwd. Dus aan de ene kant is dat onbestaanbaar dat het zo lang duurt. Aan de andere kant is nu pas eigenlijk de noodzaak voor de extra ontsluiting nodig. Want eerder, eerder ja, leverde dat geen problemen op de, met intensiteit op de weginfrastructuur, dus kon het goed afgewikkeld worden. Natuurlijk heeft de Vosspelstraat wel altijd last gehad van de, van de auto's die er langs reden. Maar nu wordt het Echt uh, nijpunt. Uh, ja. GroenLinks is dus tegen de komst van de single. GroenLinks is altijd uh, tegen geweest en uh, uh, nou, wil nu ook de alternatieven bekijken. En met name de alternatieven zoals die nu voor gaat liggen voor de, de straat, waar nu uh, aan gewerkt wordt. Daar, daar geloven wij in omdat dat één um, veel goedkoper is. 2. Het kan direct gerealiseerd worden. En 3. Het heeft dezelfde uh, verkeerseffecten als uh, de Dorpensingel. Dus wij denken nou, dat dat een goed alternatief is voor de Dorpensingel. Het is snel realiseerbaar. We kunnen direct aan de slag uh, met, uh, met de dorpen of met de uh, 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 Alternatief. Dus dat betekent dat, uh, dat we ook meteen uh, de afwaardering van de, van de wijken of de, van de wegen in uh, Lent kunnen doen. Het is een stuk goedkoper. In plaats van uh, 11-12 miljoen kost het uh, 3-4 miljoen. En uh, de verkeersintensiteiten uh, nemen voldoende uh, af. Wij krijgen nu een, een voorstel van het college waarin diverse varianten zijn uitgewerkt. Zowel voor de westflank als de oostflank. Dus een integraal uh, plan voor de, voor de Waalsprong. Wij gaan dat bekijken en in de raad bespreken. En daaruit uh, zal een uh, standpunt worden ingenomen door de raad. Dat uitgevoerd zal moeten worden. Um, nu geloven wij dat de Dorpensingel, uh, ja, als, als die variant eruit komt, wordt het lastig. Omdat die niet uh, uitvoerbaar is. Ten eerste omdat het geld er niet is en ten tweede omdat het niet alleen het grondgebied van de gemeente Nijmegen is, maar ook het grondgebied van de gemeente Lingewaard. En die gaat niet meewerken aan de dorpssingel. Dus dat wordt een lastig verhaal dan.